Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 55 in China. Heb jij de vorige aflevering gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht boven het i'tje, klik erop en zal die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van China. Nou, we zijn dan aanbeland bij de kwalificatie. En kijken wat het gaat worden. Ik denk toch wel dat we door kunnen komen naar Q2. Maar eerst Q1 zien te overleven. Dat gaat sowieso goed komen. Want ja, anders had ik er niet zoveel vertrouwen in. Eerste bocht en bocht nummer 2 zijn altijd wat lastig om te nemen. Een hele lange doordraaier naar rechts en dan weer een lange doordraaier naar links. Terwijl Charles Leclerc een 1.29.805 laat noteren. Zijn we aanbeland bij het einde van onze run in Q1. En dan is het een 1.28.8. Ik dacht een 1.29.8. Een 1.28.8. Dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. Maar Russell is 16e harder gegaan. En vandaar is gewoon het gat 1 seconde richting Verstappen. En die staat op P3. Dus we zijn dominant bezig. Wat ook de bedoeling is. Klein beetje wielspin. Bij het einde van onze... Bij het begin van onze eerste run. En dan is het zo meteen kijken waar we staan. Ik denk gewoon weer een P1. We rijden dit keer op de soft banden. Dit keer niet op de mediums. Wat betekent dat we langer door moeten op onze eerste... Jawel, op onze eerste stint. Dat is niet deze stint. Terwijl we een hele mooie slipstream hebben van Callum Ilott. Die dat gewoon niet beseft. Uitermate geprofiteerd van de slipstream. Deze bocht nemen wij wat krapper dan normaal. Om wat extra tijd te winnen. En ja, Ilott geeft ons gewoon een ideale slipstream. Dit ook weer. Hij gaat niet voor ons aan de kant. En we staan op P1 met een 1.28.017. Een goed... Ja, hulpje, want we zijn gewoon 14e los van George Russell. En Ilott, ja, P13. Dat is pijnlijk. Heel pijnlijk. Wat nog pijnlijker is, is Charles Leclerc. Achterstand bedraagt 1,1 seconde op ons. We zijn aanbeland bij Q3. Kijken of wij dit keer wel de pole position kunnen behalen, want dat hadden we dit seizoen nog niet gehaald. Want George Russell was 2 keer de snelste. Wij starten toen wel vanaf P2. Wonnen toen ook steeds de wedstrijd. Nu gaan we kijken of we vanaf pole kunnen vertrekken en ook weer een wedstrijd gaan winnen in seizoen 5. Dat zal onze derde overwinning van het seizoen zijn. 3 uit 3 dus. En volgens mij vanaf de grote prijs van Rusland hadden we elke keer gewonnen. Weet ik niet zeker. Dus dat zou ons record opleveren na zoveel grote prijs overwinningen achter elkaar. Klein beetje te wijd. Track limits waarschuwing. Maar we pakken voorlopig de pole position met een 1.27.779. Is dat ook genoeg? Dat is genoeg, want Russell komt 4 tienden tekort. En Charles Leclerc heeft gewoon een achterstand van 1 seconde. En Sainz heeft een achterstand van 2,1 seconde. Dus wij zijn gewoon weer sneller dan de rest. George Russell en mijzelf. Heel goed gedaan dit. Een dominant optreden in de kwalificatie. Hopelijk ook een dominant optreden in de race. We gaan het zien voor Career aflevering 55 hier in China. Which driver is up to the task of claiming the Chinese Grand Prix? We're here in Shanghai. We're here in the Yangtze River Delta today, home of the 16 corners that make up the Shanghai International Circuit.
54% of this 3.3-mile lap is taken at full throttle, and we'll be getting up to speeds of around 200 miles an hour, with DRS assisting the cars down the back straight before they brake into the sharp hairpin at turn 14. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Verstappen, Lewis Hamilton, and Vettel, Gasly, Albon, Norris, and Carlos Sainz, Ocon, Kvyat, Callum Ilott, and Perez, Delatraz, Latifi, Lance Stroll, and Antonio Giovinazzi, De Vries, Matsushita, Magnussen, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te gaan halen. Ik denk zeker dat het gaat lukken. Misschien nog vanwege die regen die eraan komt. Soft, medium, medium is de strategie. En dan gaan we gewoon beginnen voor de grote prijs van China. We nemen wat extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor de grote prijs van China van F1 2020. My Team Career Mode aflevering 55 staat op het punt te beginnen hier in China met onszelf op pole position. Russell naar P2 en we zijn gewoon onderweg. Maar Russell is al beter weg, knept nog gelijk al wat af om te zorgen dat hij niet die positie van ons kan afnemen bij de eerste bocht. We hebben de leiding gewoon behouden, dat is heel goed om te zien. Russell naar P2, Charles Leclerc naar P3, Vettel naar P4. Verstappen naar P4 dit keer, want hij heeft Vettel te grazen genomen. Iedereen heel door bocht 1 heen gekomen. Jazeker, geen schade. En we zetten al gelijk paars in sector 1 neer. Dat is goed om te zien. Gat naar Russell is 16e ongeveer. Het gat is wat groter aan het worden. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed. Was daar even gele vlag bij sector 2 bij de hairpin. Maar het is weer groen, dus we kunnen gewoon weer racen. Het is wel bewolkt. Ik denk ook dat er binnen nu en een aantal minuten regen gaat vallen. Terwijl George Russell kijkt aan die binnenkant. We remmen iets te laat en Russell kan kijken. Ja, die kijkt via die buitenkant, maar dat lukt niet. Want hij komt net te kort. Wij verpesten daardoor onze exit. En Russell kan hier terugkomen op het rechte stuk. Vraagteken, weet ik niet zeker. Nee, hij kan niet terugkomen, want we gooien de overtakeknop aan. En Russell moet tot nu toe de strijd staken hier, maar hij geeft niet op. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. DRS ingeschakeld. Russell valt daar aan, want we rijden daar iets te wijd. Maar we behouden onze lijn. Gaan hem hier niet op het gas duwen, want dat doen we niet. We zijn teamgenoten. We verpesten daardoor wel onze exit. En Russell zit er heel dicht op. Kijk daar gewoon via die buitenkant. Er was gewoon nauwelijks ruimte. Maar toch weet hij een weg te vinden. En heeft de leiding veroverd. Wij zijn dus naar P2. Russell naar de leiding. Heeft ook de snelste raceronde in handen. Maar er komt regen aan. De vraag is alleen, wanneer komt die regen? We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. En volgens mij regent het. Heel lichtjes. Ik zie op de lens wat druppels verschijnen. En Russell rijdt nog steeds aan de leiding. Dat gat is 3,9 seconden, 3,8 seconden. Dus dat heeft hij goed voor elkaar. Het regent hier dus, want de druppels vallen op de lens. Op de camera. En nu is de vraag, hoe hard gaat het regenen? Okay, be careful on those slicks. These conditions are making the line a bit greasy, but we're still nowhere near the changeover point. We zijn nog niet voorbij het crossoverpunt, het changing point van banden wisselen van droogweerbanden naar regenbanden. Dus dat moeten we nog even uitstellen. In ronde nummer 6 duiken we naar binnen en we gaan een wilde gok wagen. Iedereen gaat nog voor die droogweerbanden en ik ga voor de intermediates. Ik heb Charles Leclerc even opgehouden in de pits, omdat George Russell voor ons reed en die ook naar binnen is gegaan en die is weer
naar de softbanden gegaan. En wij gaan een andere strategie doen. Wij duiken naar de intermediates. Kom op jongen, en Charles Leclerc heeft ons gepasseerd. Ook Alexander Albon heeft ons gepasseerd. Dat is jammer. En we staan op P20. Maar vallen hier al gelijk Alexander Albon aan die binnenkant. Die hebben het nu lastig omdat de baan alleen maar natter en natter wordt. En volgens mij hebben wij een gouden strategie in handen gekregen. Want ik denk dat het alleen maar erger en erger gaat regenen. Dat George Russell het ook lastig krijgt. Dat de rest het ook lastig krijgt vanwege dat de baan gewoon natter en natter wordt. We schieten wel een klein beetje door. Albon kan terugkomen, maar wij duwen hem daar wijd en kan niet meer aanvallen. Albon kijkt daar weer bij de hairpin. Het is daar geel. Er rijdt een Mercedes langzaam. Dat is Lewis Hamilton. Lewis Hamilton uitgevallen in de wedstrijd. 0 punten voor de Brit in zijn Mercedes. En de rest duikt nu ook allemaal naar binnen voor de intermediates. En Russell rijdt nog steeds op die droogweerbanden. Het is daar gele vlag, we mogen niet aanvallen. En voor ons rijdt Danny Kvyat. We zijn naar P10. Omdat de rest nu allemaal een soort van dubbele pitstop moet maken. Want die zijn nog niet naar binnen geweest. Die zijn gewoon van droogweerbanden naar droogweerbanden gegaan. En dat is gewoon een hele domme keuze. Kvyat kan al gelijk aanvallen bij Kevin Magnussen. Die heeft het lastig. En wij profiteren gelijk mee. Kunnen het hier 3 dik maken? Nee. Maar we pakken wel mooi Kevin Magnussen via die buitenkant. Omdat hij op die droogweerbanden rijdt. George Russell is naar binnen gedoken voor een setje intermediates. Ook Max Verstappen is naar binnen gedoken voor een setje intermediates. Ocon heeft een goede strategie gehad. Matsushita naar binnen. Kvyat heeft een goede strategie gehad. Wij ook nog steeds. En we komen. Voor George Russell, ja, de baan op. En profiteren hier al gelijk mee. Want Norris had het lastig en daardoor was er een gat. En daardoor konden wij aanvallen. We hebben Russell dus geundercut met een hele andere strategie dan dat hij had verwacht. En wat ik ook had verwacht, want ik had het gewoon niet verwacht dat we dat hadden gedaan. Ronde nummer 10 en de strategie wordt gewijzigd. In ronde nummer 17 duiken we weer naar binnen voor een setje intermediate. Want het gaat denk ik niet ophouden met regenen. Russell heeft een achterstand van 5 seconden naar ons. Dat is heel pijnlijk voor hem, maar heel gunstig voor ons. We moeten dus nu naar Danny Kvyat toe rijden. Die rijdt op een podiumplaats. Maar er zijn nog 18 ronden te gaan. Een ronde later, in ronde nummer 11, duiken wij hier aan die binnenkant van Danny Kvyat. Een late inhaalactie. Kvyat kan terugkomen. Maar wij rijden daar een wat wijdere lijn en Kvyat kan niet aanvallen. En P3 is dus van ons. Esteban Ocon rijdt op P2. Max Verstappen leidt de wedstrijd voor Mercedes. Hij is de enige Mercedes-rijder nog op de baan, want Lewis Hamilton is uitgevallen. Ronde nummer 13 en we moeten onze overtake nog gaan gebruiken. En daar vallen we van heel ver Esteban Ocon aan. En dat is gelukt. We hebben hem wel geraakt. We krijgen een waarschuwing voor. Maar dat geeft helemaal niks. Dat is alleen maar goed dat we er alleen maar een waarschuwing voor krijgen. Want een tijdstraf is gewoon, ja, onterecht. Ronde nummer 16 is het. En we zijn aanbeland bij Max Verstappen die de wedstrijd leidt. We kunnen wel naar hem toe rijden. Maar nog niet echt een aanval wagen. Het is meer druk zetten bij onze landgenoot. En alleen maar hopen op een foutje. Ronde nummer 18 is het. En Verstappen duikt naar binnen voor zijn tweede pitstop van de dag. Die gaat naar de intermediates. En we gaan dan dus zometeen denk ik naar binnen. Want George Russell is dus nu naar binnen. Dus we kunnen niet op dit moment niet naar binnen. We gaan voor de overcut op Max Verstappen. Kijken of dat zin heeft. Zo ja, dan is het alleen maar gunstig. We duiken dus naar binnen. Norris duikt denk ik ook mee naar binnen.
Verstappen heeft een achterstand van 23,4 seconden. Kijken waar wij zo meteen terechtkomen. Hopelijk gewoon voor Max Verstappen. Het zou wel nice zijn als dat gebeurt. Dan hebben we de overcut gehaald. Norris duikt mee naar binnen. We komen sowieso voor Esteban Ocon de baan op. 2 seconden, een goede pitstop. Een hele goede pitstop. En dat brengt ons voor Max Verstappen. De overcut heeft gewerkt. Goed gedaan. Super goed gedaan. Verstappen heeft de leiding dus uit handen gegeven om eerder naar binnen te duiken. En die leiding heeft hij niet terug veroverd. Omdat wij een overcut hebben gemaakt op onze landgenoot. Ronde nummer 27. We gaan ongeveer de laatste raceronde in. En het is al opgehouden met regenen. Het is nu alleen maar nat op de baan. En ik denk dat George Russell geen podium scoort. Russell scoort geen podium in seizoen 5. Dat is jammer, want hij vertrok vanaf P2. Ik denk dat de strategie hem juist niet bevooroordeelde of bevoordeelde. Ik weet niet hoe je het zegt. Ik zeg het op die manier. Wij hadden wel geluk met de strategie. Maar Russell gewoon niet. Dat is gewoon ontzettend jammer. We zitten alweer de laatste raceronde. Die gaan we eigenlijk alweer in. Daar zitten we in. En het gat naar Verstappen is 5,9 seconden. Ik denk niet dat hij dat nog goed gaat rijden. Ik denk ook niet dat we nog achter blijven tegenkomen. En Russell, waar ben je, jongen? Ik zie hem niet eens op de kaart. We maken wel een klein foutje. Omdat de baan aan het opdrogen is. We moeten het gewoon rustig aan gaan doen. Er zijn geen achterblijvers. En ik ben toch heel benieuwd waar George Russell is. Ik kan hem niet zien. Ik denk dat hij achter Lando Norris rijdt. We maken weer een klein foutje, maar dat geeft helemaal niks. Nog ongeveer een kilometer te gaan, denk ik. Weet ik niet zeker. Het gat naar Verstappen is 4,8 seconden. Dat rijdt hij niet meer goed. Een goede race. Een bijzondere race. We waren als eerste naar binnen gegaan op die intermediates. Heeft ook geholpen. Toen pas heel laat, na onze tweede set intermediates. Nog een paar meters te gaan. En dan zit deze grote prijs er alweer op. Dan gaan we ons opmaken voor onze thuiswedstrijd in Zandvoort. Kijken of we daar ook weer kunnen winnen. Zou wel heel vet zijn als dat gebeurt. Maar eerst dit feestje vieren met mijn team. Jammer van George Russell dat hij niet naar een podium is gegaan. Maar goed, dat is niet mijn probleem. Wij hebben gewoon optimaal geprofiteerd van de strategie. There'll be many smiles at the factory after that one. A great race and a real team performance to take the win here in Shanghai. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? I'd say it was down once again to good, consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today and the results speak for themselves. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. De uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs. Max Verstappen naar P2. Ocon naar P3. Russell helaas naar P6. Jammer, want die heeft een vierstopper gedaan. Die heeft een vierstopper gedaan. George, waarom? Dat is heel apart. We hebben een tweestopper gedaan, maar Russell... Ja, jammer. Hij pakt wel het snelste raceronde punt. Dus we pakken alsnog wel een extra punt voor het team. Maar er had meer ingezeten voor George Russell, want die vertrok vanaf P2. En dat is wel jammer. Aylet pakt zijn eerste punten voor Red Bull Racing en hijzelf in de Formule 1.
P8. De Netras net niet. Nicolas Latifi pakt een punt voor Williams. Dat doet hij heel goed. Knap gedaan ook. Vertrok van P16. En Islet, ja, ook goed gedaan. Verstappen pakt Russell, volgt P2. En wij leiden nog steeds het klassement in de coureurs en de constructeurs. Maar goed, deze aflevering zit daar alweer op, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, beloon dan met een dislike. En vertel me waarom je er niet van hebt genoten. Verbeterpunten, graag intikken in de comments. Volg me ook even op sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder voor onze thuiswedstrijd in Zandvoort.